FAD Jordans. Pull up, stem loket en stem rechts. Partij Mafia, ik stem ze weg. De wereld vernietigen. Hoe durf je vleesmolen in de Oekraïne? Hoe durf je? Politie, ik maak geen gebruik van jullie diensten. Levend laat leven, ik kan mezelf prima policen. De wereld vernietigen. Mensen zijn hier al klaar met die pedo's. Kijk de kentekens. Ik kan jullie wat laten zien. Beetje discreet dat het niet gezien wordt. Zal dit bewust zijn, die paraplu zo? Met die kleuren? Of lag die gewoon, hebben ze hem gewoon zo gevonden in de blokken, lang voordat deze toestand begon, ja, toch? Zo, die is al loezoe. Eigenlijk, als ik al die waggie zie, denk ik van, misschien moet ik wel een Oekraïense chickie vinden, man. Shit. Genoeg geld. Als je het toch hebt. Oh, spread the wealth, toch? Spreidingswet, of niet? Nou, mensen zijn niet goed de weg kwijt. Misschien helpt dit wel. De bedoeling van zo'n aanslag. Baudet zegt zelf ook, het is een politieke aanslag. En het is ook wel heel vreemd eigenlijk. Want als je zeg maar Sigrid Kaag wil uitnodigen voor een gesprek tijdens een fakkeltocht, dan ga je 6 maanden de bak in. Maar Baudet die wordt gewoon overal geslagen en het moet maar gewoon kunnen. En het wordt gebagatelliseerd, want het is gewoon een poging tot doodslag. Hè. Ze hebben hem geraakt op zeg maar een deel van je hoofd. De slaap of zo, toch? Dat zeg maar. Dus ja, het is echt geen barfight of zo. De media wil het downplayen, maar dat is echt niet het geval. Dit is echt heel serieus. Oh. Kijk die auto's van die lui, Cadillac of zo. En oh, sommige mensen zijn echt de weg kwijt hoor. En wist je dat fossiele subsidies niet eens bestaat? Oh, deze is ook leuk, kijk deze dan. Daar zat echt iemand van de GroenLinks. Kijk, mensen zijn echt bang vandaag de dag. Deze ook weer. En dan vraag ik me af van ja, wat is de functie van deze lui, weet je? Want we betalen belasting voor een dienst. Wat is dan de dienst die handhavers voor mij doen, weet je? Wat heb ik hier precies aan? Nou, als je het weet, zeg het maar in de comments. De wereld vernietigen. Hoe durf je vleesmolen in de Oekraïne? Hoe durf je? Politie, ik maak geen gebruik van jullie diensten. Levend laat leven, ik kan mezelf prima policen. De wereld vernietigen. Hoe durf je? Kijk, de gezinnetjes rennen al weg. Nou, een uur later en hij loopt er nog. De wietruikje vanaf hier. Nou, als een Marokkaan door de verkeerde blanke buurt loopt, 5 minuten, moet je zien hoe snel de politie komt. Maar voor dit moet gewoon kunnen. Echt hoor. Racistisch kutland, racistische kutpedolitie. Viezerik allemaal. GGZ, we zijn gingen met een heilige fucking Rutte de hedges afslachten. Bloed links en de slachtpartij van de dieren. Viezerikken. Met een pedofilie en een vernietiging. En een haat voor natuur, mens en dier. Ik ben echt blij dat ze hier nu een brug hebben geplaatst hoor, in de S-beek over dit pad. Een brug te ver. Hier kan de
gemeente wel van leren hoor, van wat deze mensen hebben gedaan. Ik weet niet of het ook de gemeente is die hierbij betrokken was geweest, maar kijk, hier heb je echt wat aan zo'n bruggetje. Er was net een kind en de hertjes zijn kleiner geworden, of het zijn kleine hertjes. Iedereen zit dan te genieten en trotse vaders maken foto's van hun kindjes bij de hertjes. Maar snappen ze wel wat hier aan de hand is? En snapt wethouder Marco van der Wal van de Slachtpartij van de Dieren wel wat hij aan het doen is? Of is het gewoon, hij krijgt orders en hij moet uitvoeren en voor de rest stel geen vragen? Al deze arme beestjes gaan dus geslacht worden door Bloedlinks en Slachtpartij van de Dieren en D6. Wat een fascisten zeg. Deze mensen zijn dus een gevaar voor de maatschappij. Keratij, Partij van de Dieren, mens en dier, we slachten ze allebei. De Europese Unie vond hem te radicaal. Nou, waar wacht je nog op? 22 november. Ja, nou los van dat het omstreden partijen zijn en eentje daarvan ook een terroristische organisatie is of was en banden daarmee heeft. En deze kartelvorming, want het zijn twee partijen, het is niet één partij, het kan en mag helemaal niet. Maar ze liegen dus. Hoe ga je wonen weer betaalbaar maken? Met zoveel man die elke week binnen wordt gesmokkeld. Windturbines overal bouwen. Ik zag ook een poster met dezezelfde partijen, Partij van de Slavernij en Bloedlinks, waarop stond meer natuur. Hoe? Door alle bomen te kappen, alle dieren te slachten. En zo, dus ze liegen ook gewoon. Met die klimaatplannen, hoe ga je wel, snap je, de collectieve lasten gaan ook omhoog. Dus dat heeft ook alweer impact op, hè? Dat is gewoon een holistische viewpoint. Het is zo dat verzekering wordt duurder, waardoor wonen ook duurder wordt. Ja, ga dan niet zeggen, wir haben es nicht gewusst, toch? Kijk eens, mensen hebben het echt wel door. Zo'n vlag ophangen, is serieus? Wat een idioten. Wonen zeker ook ambtenaren. Er gaat een soort notenkoek bij de bakker Tom Otterlo. En ik zag een filmpje op RTV Connect dat ze... Eerst was er, die zag ik gisteren, dat was een bouwbedrijf of van die... Ja, van die jongens, weet je wel, meneer inmiddels, die eerst in de Spijkerstraat in de, weet ik veel, jaren 80 zijn weggejaagd. En toen kreeg ze een industrieterrein bij de Schaapsdrift. Nou, je weet al wat tenminste mensen uit Arnhem weten wat het verhaal daarmee is. Mensen worden onteigend. Het communisme, het Stalinisme is een feit in Nederland. Dat hebben we ook gezien met de boeren trouwens. Dus het is geen shock voor de mensen die niet met hun kop in het zand zitten of het niet willen weten. Maar alle bedrijven gaan dus ook kapot. Dus Tom Otterlo is een bakkerij in Arnhem. Ik weet niet of die in andere plekken ook zit. Maar hier is een soort keten, 1 of 2, 3 filialen. Ik denk 2, Steenstraat en Onderseweg. En die gaan allebei weg. Dus bedankt linkse kiezer. Ja, weet je, verkiezingen komen eraan. Maar ik weet gewoon echt niet meer wat ik ervan moet vinden, weet je. Ik denk gewoon van ja... ik zag op Poont doen ze van die interviews met lijsttrekkers. En ze hadden... Jerry geïnterviewd. En weet je, mensen als Robot Jetten kijk ik niet eens. Jerry wel, ja, 21 vind ik ook wel goed. Wieberen vind ik goed, weet je wel. En Jerry zei ook... er is hoop, weet je. Als je kijkt naar foto's van Berlijn in 1945... nadat het plat was gebombardeerd. Mensen hebben het gewoon weer opgebouwd. In een snelle tijd ook, dus het kan wel. Maar er is al veel, weet je, het voelt soms alsof het te laat is om nu nog op forum te gaan stemmen. Ja, weet je, en dat gaat niet eens gebeuren, snap je? Mensen zijn nog niet eens wakker, het gaat nog jaren duren. Het is niet dat heel Nederland nu wel op forum gaat stemmen, dat dacht ik ook met corona. Van nou, nu snap ik... Motherfucking J-line, oftewel de stemline. Ja, weet je, ik doe het echt gewoon voor zetelbehoud hoor. Want ik denk van ja, als we allemaal niet gaan stemmen, dan heeft het alleen zin als we het allemaal niet doen. Maar eigenlijk moeten we natuurlijk allemaal forum stemmen, maar ja, dat gaat ook niet gebeuren. Dus... Dan gun ik het ze gewoon, zeg maar, om die zetels te behouden. Ze steken hun nek uit en zo. Ze vangen verbaalde klappen op, zowel als fysiek. Dus. Stemloket en stemrechts. Partij Mafia, ik stem ze weg.